Als Als je je plotseling plotseling wordt gegrepen en aangetrokken. Dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Droomkracht. En ik sta hier voor een heel bizar kasteel, wat eigenlijk al anderhalf jaar leeg staat. We hebben er eigenlijk weinig aan gedaan, alleen de buitenkant heeft wel een opknapbeurt gekregen. Je ziet ook een waterrad wat later nog eens is toegevoegd. Maar dit kasteel staat al echt al jaren leeg. En hallo Leroy. Hallo. En Leroy had het idee om hier gewoon een keer wat mee te doen. Het staat veel te lang stil en het is gewoon leuk om te zien, maar het is nog leuker als je natuurlijk binnenin kan kijken. Dus wij gaan er iets van maken. En als het goed is, worden wij geholpen door nog iemand. Die zit al in het kasteel. Die is ergens in de bossen. Kijk, rechts. Kijk. Hallo. Hallo. Met een draakje. Wat gezellig. Ja. Kijk, hij hapt. Ja, hoe kan dat dan? Grappig. Kijk nou. Hij eet het gras op. Hij met zijn sik erin, zie je het? Goedkoop graswaaier. Lekker goedkoop. Hoppakee. Nam. Kan je niet onder hem doen, zo? Kijk. Maar we gaan dit kasteel dus inrichten. En het idee is dus... Ja, het is heel bijzonder. Komen jullie ook? Ja. Het verhaal. Dit onbewoonde kasteel staat al jaren leeg. En door de vreemde taferelen die hier plaatsvinden... Altijd hetzelfde gezegd. Altijd hetzelfde. Ik altijd kan ook nooit normaal. Ik kan nooit normaal wat doen. Die zou plaatsvinden, wil niemand hier lang blijven. Het spookt hier niet, maar het hele huis is vreemd. Het is niet heel fijn leven in zo'n bijzonder pand. En wat we willen gaan doen is gewoon... Ja, het is geen Villa Volta dat het op zijn kop gaat of zo, maar... ik denk maar wat dat gek. Je hersenen gaan wel op zijn kop, denk ik. Ja, voor zover je ze hebt, zeg maar. Ja, het idee vroeger was dat het, nou je ziet al een stukje hebben we nog bewaard, dat het eigenlijk een aantal shows waren, dat je kamer naar kamer doorliep en dat je elke keer een verhaaltje kreeg met bewegende dingetjes, maar dat gaan we dus slopen. Het wordt dus geen grot idee, maar we gaan het echt als een kasteel inrichten. En het leukste is ook dat we hierboven, als ik hier door het plafond ga, dan... Oh, wacht, ik ben eentje te ver. Wacht even, als ik nou... Even kijken, eentje. Kijk, als ik nou hier op het plafond ga, dan zit ik weer ernaast. Nou ja, goed, dan weet je. Ben je op het dak. Ja. Oh, hier is ook nog een toren. Ik zal dit wel verslopen. Kijk, hier heb je nog een plaats dat je hier een mooie uitkijk hebt. Dat is ook leuk om hier natuurlijk ook eens hier ook een stukje Wreck-It Ralph, als het goed is. Of de Tower of Terror zie je wel. De Hollywood Tower of Terror. Dat is best wel mooi uitzicht. Ja, toch? Dus het leek me leuk als je dat je dan hier ook gewoon een beetje kan rondlopen. Dat je dan extra uitzicht hebt ook over het park en over de kabouterrit zie ik al een stukje. Nou, in ieder geval het kaboutergedeelte. Dus wij gaan een heel vreemd maf kasteel maken. En ja, dat wordt wel bijzonder, want het wordt een soort, ja, misschien een cakewalk-achtig idee. Maar dan weer zonder wat Leroy eerder zei tegen mij van... Ja, het moet weer niet van die glijbaantjes worden en van die draaiende schijven en zo. Dat is wel heel cliché natuurlijk. Maar gewoon iets mafs. Misschien met redstone of zo. Dat er een deur open gaat als je ergens opstaat. Dat kan ook, hè? Misschien een beetje een puzzeltje wordt om eruit te komen. Ja, wat is leuk. Leroy, ben je veranderd? Wat is er gebeurd? Ja, er gebeuren rare dingen hier. Ja, je hebt een grote hoofd. Ja. Heb je te veel watermeloenen gegeten? Dat moet wel, met het weer moet dat wel. Nee, ik heb gewoon ijs gegeten, dat is gaaf. Het ijshoofd. Nou, hier gaan hou we je in hoofd de... koel, hè? Ja, bij alles wat je doet. Ja. Nou, hoe gaan we die muren maken? Wat voor muren gaan we gebruiken? Gaan we ook dat sandstone muur gebruiken? Ik zal een beetje licht plaatsen hier. Ik maak zo'n dampbordvloer. Oh, dat is ja, dat is leuk. Kijk uit dat je me niet sloopt, inderdaad. Nee. Mijn mooie bordjes met een verhaal die we net in 1 minuut hebben bedacht. Welke beter ook. Echt, hè? Zo. Hoppakee. En gaan we dan ook nog schaakmat hier zo? Oh, je kan wel van dat soort grote dam maken. Als het hek van de dam is. Oh, vet. Je gaat van die pilaren maken. Dat is ook gaaf. En wat gaan we ertussen doen? Oh, ja, dat is ook leuk met het hout wat eronder op staat. Zo. Dat is wel maf. We moeten echt iets mafs doen wat we normaal niet doen met bouwen, zeg maar. Ja. Iets hele gekke combinaties of zo. Dat je denkt van, huh? Maar het moet dan niet te lelijk worden. Dat je denkt van, jeetje, dit is allemaal van dirt. Dat zou natuurlijk ook een beetje raar zijn. Maar gewoon iets lekker gek of zo. Zoals je kan zien is dit wel een soort van illusie. En zo gaan we meerdere illusies maken in deze attractie. En je ziet dat het lijkt een beetje op een muur of een vloer. Of ik
ga niet zeggen wat het precies is, maar dat zie je vanzelf wel in de attractie. Gewoon random. En waar ik mee bezig was, dat is... ik laat het even zien jullie. Ik ben bezig met een kamer. En die kamer wordt dan een soort... Ik heb dit ooit eens gemaakt in Tau Unite. In je eigen condo kan je maken. En dan kan je dus... had ik mijn eigen dingen gemaakt. Mijn eigen attractie eigenlijk. Ook met allemaal soort van illusies. En welke was het ook weer? Ja, de goede code. Oké. En dan maak ik hier een glaswand. En die maak ik hier zo. Die is precies in het midden. Kijk, pak ik gewoon glas. En dan doe ik alsof het een spiegel is. Maar ik wil niet verklappen wat ik daarmee wil gaan doen. Dus het is gewoon, ik vertel het idee, maar ik laat niet zien hoe ik hem uitwerk. Leuker voor de mensen. Oh, die vindt dat prachtig. Ze wachten op een bouwvideo, maar ik laat het allemaal niet zien. Want ik, maar dat verklapt het een beetje. Je moet gewoon, als de attractie af is, dan open hem voor jullie. En dan kun je zelf een bezoekje gaan brengen natuurlijk. We weten niet of die af is wanneer deze video online komt. Maar je kan natuurlijk wel even een kijkje komen nemen. Mocht de attractie al een stukje open zijn, dan hebben we gewoon een kleine sneak preview voor jullie natuurlijk. Speciaal voor de mensen die ook deze video kijken. Anders weet je er ook niet vanaf natuurlijk, hè? Absoluut. Ik ben benieuwd hoor. Zo, en terwijl ik deze kamer heb ingericht en ook gelijk aan de andere kant, kijk ik zo buiten me, buiten het hok, en ik zie echt allemaal andere cabines hier staan. Niet normaal. En mag ik al een kijkje nemen, heel stiekem? Mag dat? Verpest het wel een beetje. Oké, ik ga gewoon niet kijken dan. Nee, ik ga niet kijken, maar hier zitten echt allemaal rare dingen. Kamer na kamer moet je in om dus eruit te komen. En het is echt heel bijzonder om hier gewoon een keer naartoe te gaan. En zullen we met z'n drieën dadelijk een kamer maken? Ja, dat is leuk. Ja, want dan kunnen we dat wel laten zien aan de mensen. Dan zeggen van ja, leuk zo'n bouwvideo, maar hier laten we helemaal niks zien. En wij moeten allemaal komen naar die server, terwijl wij niet eens Minecraft hebben. Dat kan, hè? Ja, dat zijn er best wel wat, hoor. Ja. Kijk, nou, we gaan wel een idee krijgen, hoop ik. En dan gaan we dat uitvoeren. Let maar op. Ongestoord door het getij. Kwalles, plezier aan zij aan zij. Vissenbal. Oké, nou, we zijn hier lekker aan het zingen. We zijn gezellig bezig met bouwen en zingen. Dat is wel het beste wat je kan doen. En dit wordt een kamer. Een hele bijzondere kamer. Want, op z'n kop? Ja. En dat is best grappig. Want met een anvil wordt het lastig. Want als je die plaatst dan... Ja, het lijkt op zich... Nou ja, het kan in principe wel. Maar we gaan hier ook een muur maken. Ik denk dat we nog één brede kunnen doen, Jordi. Denk ik. Of zit dit dan in de weg? Ja, we moeten echt uitkijken dat we dingen niet slopen. Ja, maar dat is de bedoeling, hè? Het wordt een grote illusie. Ja, kun je dit is dan de vloer. Een hele grote, heel dit. Het is heel apart, hoor, want we zijn daar wat onder de grond aan het bouwen. Dat laat ik niet zien, maar het is echt heel maf allemaal. Het is wel ook cool om zoiets te bouwen, want normaal dan houden we ons wel een beetje aan de algemene regels. En dat zijn dan gewoon een beetje fatsoenlijk normaal bouwen. Maar nu mogen we ons een klein beetje meer uitleven. Dat maakt het wel heel tof. Wat voor muren gaan we doen? Ik weet het nog niet. Misschien hetzelfde zoals in de hal. Wat hebben we dan in de hal weer? Lieg, wat is er nou allemaal? Ik weet het liedje al. Naar de zee, naar de zee. Ruizende zee, ga je mee. Jij bent mijn invité. Elke golf is een uitdaging. Als je plotseling... Wat begrepen we zijn al aangetrokken! Ja, dat vind ik ook. We gaan hier... ik denk dat we iets anders moeten doen, Jordi. Omdat hier bij die in de gang, daar zie je een beetje... daar zie je niet echt de onder- en bovenkant. Ik denk dat dit wel leuk is als we dit zo doen. Kijk, de onderkant heeft altijd zo'n blokje. En daaronder komen dan twee van die blokjes. Is dat leuk zo? Maar die schilderijen kunnen we natuurlijk niet op zijn kop hangen. Dat is jammer. Oh, maar ik kan wel zo'n... Wacht, ik kan misschien wel wat uitvogelen met een painting. Oh, ja, ik weet, ik weet wat jij gaat doen. Ja. Dat kan wel, denk ik. Dat zou heel tof zijn, ja. Dat een foto op zijn kop gaan doen. Even een beetje photoshoppen en dan moet dat helemaal goed gaan komen. Ja. Zo, en ik wil echt de inrichting doen. Dat lijkt me zo tof. Oké. Nou, dit gaat helemaal onder, dus dit maakt me eigenlijk helemaal dicht. Moet ik aan de bovenkant binnenkomen, hè? Dit is bijvoorbeeld de deur. Even kijken, hoor. Nou, dat doet de deur dicht. Waar doe je de deur? Waar ben je? Oh ja, dat is gaaf. In het midden of een beetje in de hoek? Oh ja, ik kan wel in het midden daar. Ik zou het midden doen. Ja? Dus dat is niet helemaal het midden, denk ik. Nee, maar dat maakt niet uit. Maakt dat uit of moet het per se het midden? Als doen we een beetje in het hoekje zo. Ja, dat doet dat wel. Zo, een beetje in het hoekje. Joh. Ja, joh, maak het uit. Ja, we krijgen ja. We maken het uit. Ja, zo. En dan doen we deze zo. Ja, dit is altijd saai, hè, die muurtjes maken.
Nu moeten we eigenlijk de nummers zingen. Of mensen hebben al gelijk oorbloeding. Vaak plezier, ik heb thuis geen gehoor. Samen met jou een dag aan zee. Jet was een bevallige dame. En Joost wou heel graag met haar te samen naar strand en zee. En zee, zee en wind. Gaan we er mee? Gaan we gezwind? Jij zei ze alleen dat nou wel doen of niet? Hij is wel leuk, maar toch wel een rare spriet. Joost geeft toen de hand, Jet gauw over mond op de straat. Wat erg, hè? Ik vind die sing-along zo leuk. Het is zo mooi. Ik keek het vroeger. Ja, maar vroeger heb ik dat echt veel gekeken ook. Het oud-Hollandse taalgebruik, dat vind ik zo mooi. Oh, dit is echt heel maf. Kijk nou. Maar dit, hebben we dit vroeger wel eens gedaan? Dit is echt... Ja, dit heeft in een spookhuis gezeten. Ja. Denk maar ik denk dat we trouwens, als we een crafting table, dat lijkt wel een klein beetje, ik weet niet hoe de onderkant eruit ziet. Oh, zo. Huh? Serieus? Ja, hout. Dat wist ik niet. Ja, dat is hout. Nee, maar serieus, hoe lang is dat? Dat heb ik, heb nog nooit de onderkant gezien. Ja, misschien ooit eens een keer, maar ik zie normaal nooit de onderkant van een crafting table. Ik dacht dat het eigenlijk net als de bovenkant was met vakjes of zo, maar het is gewoon heel simpel van hout. Hoe gaan we dat dan doen? Kan niet, ja. Een piston kan op school. Is dat de enige? Echt, dat is bij het enige. Oh, je moet natuurlijk anders kijken, want het is natuurlijk, hier komt een vloer, dus je moet dan zoiets doen. En dan daarop zo'n crafting table. Kijk. Hey. Dat zou wel kunnen natuurlijk. Dat is leuk. Ja. Oh ja, een bank, ja. En we moeten ook een tv. Dat is ook leuk, hè? Oh, dit is zo gek. Dat is apart, hè? Nou, we gaan hier wat leuks van maken en zijn we weer zo bij jullie terug. Gaan we nog even zingen. Naar de zee, naar de zee. Naar de zee. Ja, en met behulp van Jordi en Leroy ziet het er echt fantastisch uit. Kijk eens even hoe leuk deze kamer eruit ziet. Ja, mocht je naar de server komen, kijk gewoon even of de attractie open is. Ik ga nu even naar Leroy, want hij staat bij de naam van de attractie die we net hebben bedacht. En die heet dus... Ta-da-da-da, Mystery Mansion. Zo spel je dus ook. MSTERI. En dan Mansion. Dat aan elkaar, /warp, spatie, Mystery Mansion. Kom je dus hier bij de plek. En dan is Kabouterrit. Je ziet wel waar het in de buurt is. Bij het reuzenrad, bij het uphuisje daar zo. Dus dat komt helemaal goed. Achter de rekken eraf. En ja, wie weet is deze poort af en toe wel geopend. Dat je even naar binnen kan kijken. Dus kom zeker weten langs via ons IP play.droomkraft.nl. Nog één dingetje. Ja? De warp is zonder een spatie. Oké, ja, zonder spaat. Dus Mystery Mansion aan elkaar. Ja. En dan kom je dus hierbij. Oh, stop. Bedankt voor de info. Nou, we sluiten af met Alibaba hier zo. En met Rocket. Gezellig van, hoe heet hij ook weer? Van Guardians of the Galaxy. En nog een paar andere mensen. Ze waren al helemaal nieuwsgierig. Zie je dat, Leroy? Ja, niet normaal. Al die mensen, ja, niet normaal. Die willen ook gewoon gelijk naar binnen. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken en voor het meedoen, Jordi en Leroy. En tot de volgende keer bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Droomkraft. Doei! Doei!